Ja. Hij is er. Kijk, de muziek verandert. En daar is die hoor. Daar is die. Ja. Yo, Nintendo fans. Welkom bij deze gloednieuwe Pokémon Shining Pearl video. En in deze video ga ik jullie laten zien hoe je het makkelijkst Miesprit vangt. Alsnog is het niet altijd even makkelijk, maar dit zijn de tactieken om deze Legendary te pakken. Allereerst wil je een Pokémon hebben die Mean Look kan leren. En om een Mean Look te leren, gaan we terugvliegen naar Pistoria City. Overigens verschijnt Miesprit pas als je de Elite Four hebt verslagen natuurlijk. Dus je moet eerst even Pokémon kampioen worden. Je wilt namelijk naar dit huisje in Pistoria City. En dan moet je met deze man praten en dan zegt hij: als je een hard skill hebt, dan wil ik jouw Pokémon een move leren. Nou, ik heb blijkbaar geen hard skill. Eén hard skill ligt altijd op dezelfde plek en dat is op route 212. En één hard skill kan je altijd vinden op dezelfde plek en daarvoor loop je de stad aan de linkerkant uit en dan kom je hier terecht. Vervolgens loop je helemaal naar het noordwesten. Oh, en ik heb blijkbaar hier niet gebattled met deze meneer. Vandaar dat ik ook nog bepaalde Pokémon mis in mijn Pokédex. Want als je iedereen battelt in deze game, dan zou je alle normale Pokémon gezien moeten hebben. En in Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl krijg je de Shiny Charm als je alle Pokémon hebt gezien. En niet per se als je alle Pokémon hebt gevangen. Dus je hoeft ze niet allemaal te vangen. Super chill. Want in feite zijn we dat natuurlijk nu aan het doen. We zijn aan het proberen om de Pokédex compleet te krijgen, zodat ik de Shiny Charm krijg en kan gaan Shiny hunten. Oké, even deze Bwizzle nog uit de weg ruimen. Doei. Op een gegeven moment kom je hier bij deze boom uit en dan moet je hier even het modder inlopen en dan ligt hier een hard skill die je kan gebruiken. Oké, terug naar Pistoria City. En terug naar de move Tudor. Tudor, zo heet hij volgens mij. Kijk, hier nu zegt hij: hey, je hebt een hard skill. Wil je dat ik een Pokémon een nieuwe move leer? Zeker wil ik dat. Ik wil dat je Blade even een move gaat leren. Oké, ik dacht dat Absol dit kon, maar Absol kan dit niet. Oké, in dat geval gaan we even een Golbat vangen. Even terug naar de Victory Road, want hier zit als het goed is wel een high level Golbat die we kunnen vinden. Oké, Golbat is overigens niet ideaal, want Golbat is een poison type en Miesprit is een psychic type. Dus de aanvallen van Miesprit zijn super effectief. Ja, tegen Golbat. Deze ging alleen iets te snel down. Andere Pokémon die je zou kunnen gebruiken zijn Gengar, Jinx, Umbreon, Misdreavus, Mismages, dat soort Pokémon. Oké, deze gaan we vangen. Tik, tik, tik. Ja, oké. En die gaan we even in ons team doen. En we noemen hem Batman. Batman. Nou, sorry Blade, dan halen we jou er even uit. Even kijken of die toevallig al Mean Look kent. Nee, dat niet. Dus dan gaan we terug naar Pistoria City. Terug naar de man die nieuwe moves leert. Selecteren Batman. En daar staat hij dan wel. Mean Look. Dit zorgt er namelijk voor dat Miesprit niet meer kan ontsnappen. Want Miesprit wil continu ontsnappen. Nou, eigenlijk wil je dat de Pokémon die je gaat gebruiken minimaal level 60 is. Maar voor deze video ga ik het op een andere manier proberen. Eerst koop ik nog wat repels om straks zeker te weten dat we Miesprit encounteren en geen Pokémon onder de level 50. En dan vliegen we naar Celestic Town. Nou, dan pakken we deze map erbij in de Poké Edge en dan zie je inderdaad dat Miesprit op dit moment linksonder in beeld is. En op het moment dat wij naar een andere stad gaan of naar een andere route, dan wisselt hij van locatie. Dus wat wil je doen? Je wil continu van links naar rechts of van rechts naar links naar een locatie toe lopen en weer uit die locatie. Nou is Celestic Town daar heel handig voor, want hier lopen we dus al uit de locatie. Je ziet dat Miesprit al een klein beetje in de buurt komt. En op het moment dat Miesprit aan de linkerkant van je map is, kan je dit het beste dus doen aan de linkerkant van Celestic Town. Dus je ziet het al, hij gaat nu een klein beetje naar links. Nou, dan gaan wij ook weer in en uit het stadje. Hij blijft een beetje daar op dezelfde plek. En dit doe je eigenlijk continu. Je ziet hem nu een klein beetje verspringen. Hij gaat eigenlijk steeds heen en terug, heen en terug. En je hoopt dus dat hij op een gegeven moment jouw kant op komt. Nou, voorlopig komt hij nog niet onze kant op, maar dat gaat vanzelf wel gebeuren. Kijk. Hij is nu al in de buurt. Hij is een stukje in de buurt gekomen. En hopelijk komt hij straks op deze route waar wij zitten. Kijk, hij zit nu letterlijk links van deze grot. Het heeft geen zin om de grot in te gaan, want dan gaat hij weer naar een andere plek. En oké, let's go. Nou, hij komt al dichterbij. Naar links, naar rechts, naar links, naar rechts, naar links, naar rechts. Kijk, hij verspringt steeds een klein beetje. Oeh, hij is nu weer echt super dichtbij. Waar gaat hij nu naartoe? Hij gaat weer terug. Komt hij nu naar ons toe?
Nee, hij gaat weer een stukje verder weg. Maar hij komt vanzelf wel. En dit is de manier hoe je Miesprit dus een beetje kan lokken naar je toe. Shoutout naar Toonfield Animations, omdat ik die tip van hem heb gekregen. En dit is wel een tipje die best wel goed werkt. Nou, je moet er wel een klein beetje geduld voor hebben. Want zoals je ziet, hij is niet voor één gat te vangen. Hij blijft toch wel een beetje gewoon lekker op routes waar je zelf nog niet bent. Dus, maar hij zit wel aan de linkerkant. Hij is helaas weer naar beneden gegaan. Hopelijk komt hij straks gewoon weer naar boven. Hij gaat nog verder naar beneden. Hij gaat nu echt helemaal de hoek in. Kom op, jongen. Kom op. Kom dichterbij. De pest is dus alleen, op het moment dat ik nu naar die stad toe vlieg, dan is Miesprit helemaal aan de andere kant van de map. Dus dat heeft geen zin. Maar goed, dit is wel de snelste manier hoe je hem dus een beetje je kant op kan lokken. Kijk, hij is nu versprongen naar de rechterkant van deze stad. Misschien dat we het aan de rechterkant kunnen doen en dat dat iets meer geluk opbrengt. Dat dat iets sneller gaat. Kom maar, jongen. Kom maar. Ja, hij komt al in de buurt. Oké, hij gaat weer... Nou, hij komt nog dichter in de buurt. Ja. En waarom wil je dit nu eigenlijk in deze stad doen? Omdat je heel makkelijk op nieuwe routes komt in deze stad. In heel veel andere steden moet je eerst zo'n halletje in, weet je wel. Zo'n verbindingsstukje. Waar dan mensen achter de desktop staan om je op te vangen. Maar hier heb je dat niet. Dus dat is wel handig aan deze route. Of nou ja, deze stad. Aan Celestic Town dus. Kijk waar die... Ja. Hij is er. Maar waarschijnlijk als we nu op de route komen, is die waarschijnlijk weer weg. Ik ga in ieder geval even nu 7 van tevoren. Dat is wat je altijd wil doen. Want dan heb je natuurlijk een herkansing. Zou die er nog zijn of gaat hij nu weg? Ja, hij is weg. Ah, jongen, precies de verkeerde timing. Wat jammer. Nu is hij er weer. En nu is hij weer weg. Maar hij is zo in de buurt, jongens. Het zou zomaar kunnen dat hij nu ongeveer hier gaat komen. Ja. Hij is er. Oké, nu gaan we saven. En ik denk dat hij echt veel te sterk is voor Golbat. Dat Golbat in één keer doodgaat. We zetten een repel aan. Dat zorgt ervoor dat we dus geen andere Pokémon tegen kunnen komen. En dat het gegarandeerd Miesprit moet zijn die we nu tegen gaan komen. Kijk, de muziek verandert. En daar is die hoor. Daar is die. Ja. Nou, ik denk dus dat mijn Batman nog veel te laag level is. Maar als ze nu dus Mean Look doen, dan kan Miesprit dus niet meer ontsnappen. Kan die niet meer wegvliegen. Alleen als mijn Batman nu down gaat, dan heb ik wel een probleem. Want dan werkt de Mean Look dus ook uit. Dus ik kan Golbat ook niet eruit switchen om ervoor te zorgen dat hij tegen een andere Pokémon moet vechten die beter de klappen op kan vangen. Dus ja, ik ga gewoon kijken of dit lukt. Let's go. Ik doe hem niet zo heel veel pijn. En nu doet hij Psychic. En kijk, dit bedoel ik. Dan gaat mijn Golbat in één keer down. Dat dacht ik al. Uiteraard gooi ik er gewoon een nieuwe Pokémon uit. En dan moeten we nu maar gewoon proberen te vangen. Je kan ook altijd gewoon Quick Balls proberen natuurlijk. Die willen ook nog wel eens werken. Maar waarschijnlijk is deze Ultra Ball ja, niet sterk genoeg om Miesprit te kunnen vangen. En daar gaat hij. Nu is hij weg. Ja, we starten de game op en we kunnen dit gewoon over en over gaan proberen. Toen we even Golbat op de eerste plek zetten. Anders lukt het natuurlijk niet. Want als we een andere Pokémon op de eerste plek zetten, dan komen we geen Pokémon tegen die lager zijn dan het level van die Pokémon. Dus op het moment dat je een Repel aanzet en een level 51 Pokémon als eerste in je team hebt staan, dan spant Miesprit ook niet. Omdat hij dus lager is dan het level van je eerste Pokémon. Wat je natuurlijk ook kan proberen, is een Quick Ball gooien. En als alles niet lukt, kan je natuurlijk ook altijd nog je masterbal proberen. Helaas, deze quickbal lukt niet en hij is weer weg. Game opnieuw opstarten en nog een keer proberen. Ik denk zelf dat je de meeste kans maakt als je je masterbal niet wil gebruiken. Is dat je in ieder geval Mean Look gebruikt. Want je zag het net, hij viel mij net 2 beurten lang niet aan. Hij wil nu eigenlijk ontsnappen. Nou, dat laat ik niet toe, omdat ik dus Mean Look gebruik. Dus nu gebeurt er eigenlijk niks. En als hij nu Charm gebruikt, dan doet dat mij geen damage. Dus dat geeft aan mij dat dan weer een extra kans om hem te vangen. Maar eigenlijk wil je hem dus in slaap brengen en dat soort dingen allemaal gaan doen. Nou ja, ik probeer het maar gewoon met Quickball. Maar je ziet het, het wil niet echt lukken. Psychic en ik ben dood. Maar de beste tactiek is Mean Look in slaap brengen, damagen. En dat is hoe je dat wil doen. Nou, voor de sake van deze video gebruik ik gewoon mijn masterbal. Omdat ik geen zin heb om dat dit heel lang te laten duren. Dus hoppakee, we vangen hem gewoon zo. Anders ben ik over 3 uur nog aan het opnemen. Omdat ik mijn Golbat moet levelen. En daar heb ik geen zin in. Ja, en toen ik de video had afgesloten, dacht ik, laat ik toch nog een paar keer proberen om hem gewoon met een quickball te vangen. En kijk eens, naast zijn naam zie je dat hij nu inderdaad in een quickball zit. In plaats van in de masterball, dan hebben we de masterball toch nog om een andere Pokémon te vangen. En dit kostte me volgens mij ongeveer 8 keer. Dus, nou ja, misschien toch een beetje zonde van je masterball. Probeer het dan gewoon met quickballs als het op een andere manier niet lukt. Maar nu weet je in ieder geval hoe je ervoor kan zorgen dat Miesprit jouw kant opkomt en dat je niet
niet zomaar overal achter hem aanrent. En wat je moet doen als je gewoon mean look hebt en een Pokémon hebt die wat hoger level is dan mijn Golbat. Maar ik hoop dat het een beetje duidelijk is voor jullie hoe je deze Pokémon best kan vangen. Dus doe even dat duimpje omhoog en laat een reactie achter. En vergeet niet te abonneren als je dit een handige video vindt. Hoppakee, die hebben we ook in de Pokédex. En dan moeten we er nu dus nog 5 in de Pokédex zien te vinden. Waaronder de evoluties van Burmie. Dat zijn Wormadam en Mothim. We hebben Cherrim nog nodig. Drifloon hebben we nog niet. En Riolu, die missen we ook nog. En die ga ik allemaal in de volgende video in mijn Pokédex zien te krijgen. Ik weet waar de locaties zijn. En in die video geef ik ook tips waar jij Pokémon kan vinden die je misschien nog niet in je Pokédex hebt. Doe even duimpje omhoog. Laat een reactie achter. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan voor bijna iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!